De afdeling Narcotica Brigade van het Korps Politie Suriname heeft vanmorgen een partij drugs verbrand. Het is de eerste drugsverbranding voor dit jaar. Het gaat om verschillende soorten drugs die vanaf het begin van dit jaar in beslag zijn genomen. Sherida Drachman, plaatsvervangend hoofd van de afdeling bestrijding zware criminaliteit, vertelt hoeveel drugs er in totaal is vernietigd. Wij beginnen met de cocaïne in vaste vorm. Daar hebben wij 36,8 kilo. We hebben cocaïne in vloeibare vorm, 5250 milliliters. We hebben marihuana, 12 kilo's. Hash, 5,5 kilo, dus 5,5. Ecstasy-pillen, daarvan hebben we 2506 stuks. En de welbekende sucro, daar hebben wij 958 en 27 gram. Van waar zijn deze drugsoorten afkomstig? De drugs zijn van verschillende onderzoeken en invallen. Wij hebben de drugs afkomstig van postgevallen, maar ook van invallen en de luchthaven. Drachman geeft aan dat het beleid van de politie ingaande dit jaar is gewijzigd voor wat betreft drugsvernietiging. Dat het beleid van het Korps Politie Suriname nu is dat met betrekking tot drugsvernietiging dat zo snel als mogelijk zal plaatsvinden. En daarmee bedoelen we te zeggen dat er geen opsparingen zullen plaatsvinden. Zo gauw er een hoeveelheid is, zullen wij overgaan tot de vernietiging. En dat is ook dit geval. Dus eigenlijk is dit de stap die daartoe gezet is. Er is een speciale plek waar de drugs wordt opgeslagen. Maar inderdaad is het beleid erop gericht om gelijk na de onderzoekshandelingen, want die zijn belangrijk, die moeten afgerond worden. Dus gelijk na de onderzoekshandelingen gaan wij over tot de vernietiging. Het nieuwe beleid heeft er vooral mee te maken dat in beslag genomen drugs zo snel mogelijk wordt vernietigd. Hiermee wordt voorkomen dat zaken weer misgaan, zoals in het verleden, verduidelijkt Drachman.